Een zeer goeiemorgen allemaal. Welkom hier op. Die is dus ook wakker. Goeiemorgen allemaal. Welkom in een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Dimitri Remus, nog altijd. En dat zal nog altijd zo blijven. Ik ben nu bezig aan de vlog. Voelde me KUT. Voilà. Dan moet ik nog wat de overgangsjes nog in toevoegen. This is Halloween, this is Halloween, Halloween, Halloween. Ja, dat is het ook weer al binnenkort. Halloween gaat Psycho TV iets doen met Halloween. Dat hangt er ook nog altijd van af. Dat ga ik ook nog moeten bezien. Hier in Alken ga ik het mee behouden. Ik ga dan ook wel een dikke jas aandoen en dan ga ik er helemaal ervoor. Valassa. Bestand project opslaan als joink 25. En dan exporteren. Voilà, zo snel staat een vlog even in elkaar. Het is nu snel zo snel in elkaar is gestoken. Ik heb er nu niet op te kunnen controleren. Dus een K spatie T dag vlog zoveel Psycho TV is beste yoink verlassen. En als ik vroeger was opgestaan, kon ik die ook al in de upload hebben gegooid, maar nu niet meer. Nee, dus om 8 uur moet ik dus binnen, dus dat is binnen een goede dik half uur, moet ik in het Salvator ziekenhuis binnen zijn, dus om mijn tweede inspuiting te krijgen in mijn rug. Het gaat niet leuk zijn, het gaat pijnlijk zijn. Dan ga ik ook nog gauw mijn schatje beantwoorden. Goedemorgen, lieverd. XXXXX. Dan vraag ik me nog ergens één ding af. Waar heb ik mijn postje weer gedaan? Ik weet het niet. Dus ik ga nog even op zoek gaan naar mijn postje toe. En dan is het wel een stukje van tijd om aan te vertrekken. Maar ook nog eerst mijn tandjes poetsen. Dus ik ga daar ook nog hulp. Dus ik zie jullie allemaal straks terug. Yo, eens even kijken buiten. Staat nog altijd niemand? Nee. Dus ik kan mijn tentjes nog gewoon gaan poetsen. Ik heb wel gender, dat is goed. Dus ik zie jullie allemaal straks terug. Yo. Zo, ik ben aankomen hier bij de Solvater ziekenhuis in Hasselt. Ik heb dus mijn tweede rugpijn prik krijgen. Dus waar ze tussen de ruggenmervel en al komen. Het gaat weer al niet plezant zijn. Ik ga 3 uur niet kunnen filmen. Jee, maar maakt niet uit. Alles voor de gezondheid. Goed, mensen, ik ben er terug bovenop aan het geraken. Daar ben ik al blij om. Tot straks allemaal. Yo. Zo, mensen, ik ben uit het ziekenhuis ontslagen. Fuck man, ik ben moe man. Die medicatie werkt heel goed. Ja, ik heb hennige rugpijn momenteel. Niet leuk. Oh, en ik heb het koud momenteel. Echt koud. Oh, niet leuk. Niet leuk. Ik wil jullie laten staan. Dat is een klein beetje zo voor me. Hier, mijn documenten. Dan... Ja, ik ga dat sowieso weer mislopen. Werd ik bij één instantie, OCW, want die moeten mij ook nog altijd terugbellen. Ik ben nu alles uit mijn zakken aan het halen. En mensen, ik heb een neugentje om best wel gedaan. Aan mijn mama.
Maar wat bedoel ik daarmee? Ik ga jullie even moeten verzetten, man. Want dat altijd dat bukken, dat bukken, dat bukken, is ook niet leuk. Of misschien hier zo. Ja, 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 ja. Hier zo. Voilà, zo. Als jullie niet nog willen blijven staan, dan ben ik heel blij. Wel, dan zal ik er iets voor hebben. Voilà. Nee, het is niet leuk geweest in het ziekenhuis. Het is weer pijnlijk geweest. Ik heb een hele kleine paniekaanval gehad. Niet leuk. Ik wens het niemand niet toe. Dan moet je dus zonder broek binnen gaan, zonder blouse naar binnen gaan. Je krijgt dan zo'n schortje dan voor je verbonden. Dus je zit daar gewoon met een onderbroek daar rond te lopen. En met zo'n vestje dan wel. Maar, het is niet leuk, mensen. Het is echt niet leuk. Mijn tweede infiltratie is dus bij deze gebeurd. En ik wens het niemand niet toe. Ik wens het niemand niet toe. Wat ik nu ga doen... Oh ja. Oh. Ik moet mijn vlog ook nog uploaden. Dat kan ik zelfs ook nog doen. Oh, mannetjes, mannetjes, mannetjes. Ik ben stijf, stijf. Aan de ene kant van mijn been, mijn rechterkant. Oh, ik voel het. Ik voel het, 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 ik voel het. En nogmaals, ik voel het. Is dat leuk? Nee. Het is precies... Dit is het hoogste wat ik momenteel kan met mijn arm. Oh, niet leuk. Niet leuk. Niet leuk. Niet leuk. Niet leuk. Oh. Dus ik ga even om me rusten. En dan, ik had wel alles goed van. Ziet, ik ben echt naar het ziekenhuis gegaan. Hè. Ziet, hier staat al mijn gegevens op. Hier staat een QR-code. Alsjeblieft, scan die maar eens in. Njoink. Alsjeblieft. Hebben jullie dit gescand? Wat staat erop? Ik weet het niet. Laat het hier eens in de reacties weten wat erop staat. Voilà. Laat eens in de reacties weten wat hier zo op staat op die QR-code. Alsjeblieft. Als het scant, hè. Dus als het niet scant, ja, sorry dan. Dan is het mislukt. Mensen, ik zie jullie allemaal straks terug. Yo, 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 yo. Ja, mensen. Ik ga te voet zelfs naar de bushalte toe. Dus omwille van, ik mag niet met de wagen rijden. Dus ik ga nu ook heel rustig op. Dat ik mijn schatje ook veilig en wel op thuis ga afzetten. De busuren op. En dan ga ik ook kijken ook naar de busuren. Terug, dat ik ook sowieso terug rijd bij mijn thuis, hè, mensen. Dus dat ik niet gestrand geraakt. En eens even kijken, omdat we al een bus hebben. Dus nu 18:14. Vertrekpunt, ja, dat is bij mijn thuis, hè. Dat is van piep naar bestemming piep. En dan hebben we een bus om 18:51 moet ik hier bij mijn thuis dan vertrekken. Dat heb ik dus allemaal niet gevraagd voor op te starten. Quit. Quit. Okay. Dus 18:51. Dus daar ga ik even een screenshotje van trekken. Voilà. En dan kom ik dus op haar adres aan om 19:32. Dus dan ga ik eerst naar WhatsApp. WhatsApp. Dan maak ik even puntjes. De nieuwe uurregelingen, dan krijg ik dat ook aan op mijn gsm. Dan van 19:32, dus het moet dan omgekeerd zijn, vertrekken om 19:32.
19:32 zei ik, hè? 19:32, hè, mensen, had ik gezegd? Ja, 19:32. Dus even kijken hoe laat ik dan weer een bus heb. Oeh, dan moet ik onmiddellijk, maar ook echt onmiddellijk vertrekken, want ik heb maar 2 minuten speling. Om 19:34 heb ik dan al, moet ik bij haar thuis dan vertrekken. En heb ik daar een bus om 19:41. Oeh. Dat is 9 minuten speling dat ik maar heb. Dat gaat Linkie zijn. Linkie, Linkie, Linkie. Dus maar ja, ik ga sowieso dan ook voor de veiligheid. Dus stel dat ik die bus mis. Dus ik ga dat even ook terug doen. Dus ik ga, stel dat ik die bus mis, ga ik sowieso nog een bus later opzoeken. Dat is om 20:02. Dan zeg ik dan maar in een half uurtje. Pokémon Go! Yay! Of ga ik al een stukje te voet voor Pokémon Go te spelen? Yay! Kan ik misschien nog gyms afbreken? Yay! Voilà, ze. Even kijken. Voilà. En dan ga ik ook die tussenhaltes erbij plakken. Stel dat ik hem toch eens mis, dat ik ook de tussenhaltesuren ook heb. Die staan er allemaal dus niet tussen. Vroeger stond dat allemaal ook nog zo de uren erbij. Van zo laat komt die daaraan, zo laat komt die daaraan, zo laat komt die daaraan, zo laat komt die daaraan. Oh, die staat er allemaal niet tussen de uren. De lijn, wat heb je met die website gedaan? Ja, dan kan je daar een screenshot van maken, hè. Voilà, bij deze. Ha! Ik heb mijn uren. Dus de laatste dat ik thuis aan ga komen is om 20:44. Yay, 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 yay. En dan nog de vlog in elkaar steken. Yay, 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 ik zit hier nu nog op de lijnbus terug richting mijn thuishal, dus ik heb ook op de lijnbus eerst richting dus Hasselt gereden. En eens ben ik terug met de lijnbus richting Alke kruispunt, Alke stationsstraat aan het rijden als mijn halte waar ik dan moet afstappen. Daar ga ik dan nog 1 Pokémon gym of 2-3 Pokémon gyms nog wel afrekenen. En dan ga ik naar huis toe en dan vlog ik in de steken en dan slapen. Ik wil het dus op een speciale manier dus, lekker is afsluiten. Je ziet, ik zit op de bus. Vergeet geen duimpje omhoog te doen. Vergeet hier onderaan niet te abonneren op mijn kanaal. En vergeet ook niet op mijn duimpje te drukken. Elke kruispunt. Eén halte en dan moet ik af. Alken station. Oh ja, nu nog 1 bushalte. Alken station en dan nog eentje. Dan ben ik het. Dus vergeet geen duimpje omhoog te doen. Vergeet hier onderaan niet te abonneren op mijn kanaal. En vergeet ook niet op mijn belletje te drukken. Dan blijf je op de hoogte wanneer dat er iets nieuws gebeurt op mijn YouTube kanaal. En by the way, het gaat al veel beter op met mijn rug. Daar ben ik al. Dus de dokters echt heel dankbaar voor. Dankjewel de dokters van de Solvater ziekenhuis in Hasselt die mij ook hebben geholpen. Hierbij in deze moeilijke tijden. Dankjewel. En nu kijk ik eruit om terug gaan te werken. Yay! Allee, gelukkig allemaal. Yo, yo, yo.